De Mangolaan, die een goede verbindingsweg is voor personen die Charlesburg, Mariestraat of Letitia Friesdelaan willen bereiken, is jaren aan rehabilitatie toe. Deze maand is het startsein gegeven om deze belangrijke verbindingsweg aan te pakken. Er is allereerst gekeken naar het rioleringsprobleem. Na het bekijken van de problemen zijn die in kaart gebracht door het ingenieursbureau en de design team van Dalian. Vanuit het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is de voorwaarde gesteld dat in de eindsituatie de wegontwatering goed geregeld zou moeten zijn. Hoe effectief de capaciteit is, en het gevecht is vandaag ten einde. Die weg wordt gemaakt. Ja. Heel erg. Tegelijkertijd, we zijn ook bezig, de Charlesburgweg, die start ook binnenkort. Zwart-Oebrugestraat is gaande, er zijn nog wat meer verrassingen, maar dadelijk kun je erg niet gaan verrassen, ze praten over die wegen. Ik ben niet hier om propaganda te maken, ik ben hier om te werken. Dat doet openbare werken. Samen met mijn team, ze zitten allemaal daar, allemaal smile. En wanneer mijn team zit, de mannen echt gespannen of die minister iets positiefs gaat zeggen. Ze hebben hard gewerkt. De consultant heeft hard gewerkt. Dalian werkt hard. We hebben volgens mij 10 meetings gehad in OW. Ik wil de vorige aannemer, goed of slecht, maakt niet uit. Wil ik ook dank zeggen, want hij heeft ook meegewerkt dat deze weg uiteindelijk vandaag in Dalian project is gekomen. Deze straat, die een belangrijke verbindingsweg is, zal voortaan dus niet meer onder water lopen bij elke kleine regenbui. Hiermee komt de jarenlange wens van buurtbewoners in vervulling. Naast het asfalteren van de weg en een goede riolering, zal er ook een voetpad en drempels worden aangelegd. Om zoveel mogelijk alle gebieden te ontsluiten om te komen tot de volledige digitalisering van uitbetalen, is het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting naar boven Suriname geweest. Van 14 maart tot en met 16 maart is de Monicarta verstrekt aan personen die daarvoor in aanmerking moesten komen. Monicarta is een creditcard voor mensen met een beperking en voor verre gebieden mensen die de algemene kinderbijslag ontvangen. Maar u weet, voordat we gaan met de implementatie, dienen wij als burger te weten wat de hiaten zijn. De infrastructuur moet ervoor gecreëerd zijn voordat je de implementatie naar hier brengt. En natuurlijk is van eminent belang dat het traditioneel gezag dat meeneemt samen met ons en oplossingsmodellen zoekt hoe wij, wanneer wij zo ready zijn om de Monicarta te implementeren. De bijdrage van de Surinaamse Postsparenbank is namelijk dat we tijdens het oriëntatiebezoek informatie geven over de Monicarta zelf. Dus gebruikwijze van de Monicarta, wat je allemaal kan doen met de Monicarta en voor wie het allemaal bestemd is. Namens het ministerie van Sociale Zaken zijn we dan uitgerukt met een gemengd team samen met de SPSB-bank. We hebben de diensten AOV en AUSV erbij. En we hebben gedacht als team Sociale Zaken dat wij ook die Monicarta willen implementeren in het boven Suriname gebied. En daar heb je Fiti, Kuta, Lanti, Kofankudes en Befaison Tawoko. En dat de voordelen die daar heb en de nadelen die daar heb. Nou, die informatie daar heb je van oude dat deze hebben. Before Galanti chai kaita kuda deze hebben. Nou, is onder heel goed. Nou, kom maar voorzitter, u komt in Sociale Zaken. De hakjes in hoe ik mee kude. En natuurlijk, mijn taki no, want taki deze hebben we zei de. En ik ook kude. Naast het verstrekken van de kaart krijgen de houders ook voorlichting om over hoe de kaart te gebruiken.
ontwikkeling van sport heeft het ministerie van Sport en Jeugdzaken 33 voetbalverenigingen en 26 slagbalclubs van para voorzien van materiaal. Mirjam Asodanu, coördinator sportzaken in Para, is ingenomen met het initiatief van de sportminister om de organisaties te voorzien van sportmaterialen. Wij van het ministerie zullen altijd proberen om te kijken waar we kunnen inkomen voor hulp. Dat is wat ik wil zeggen hier vandaag. Ik wil ook vragen aan de mensen die zeg maar het misschien willen doen, maar je twijfelt eraan, je hoeft niet te twijfelen. Met jongeren bezig zijn, jongeren begeleiden, hebben we allemaal nodig. Als we maar gaan zitten praten en klagen over hoe het gaat in het land en al en geen bijdrage leveren, komt er niks van terecht. Dus ik wil alvast de mensen die zo meteen hier sportmaterialen in ontvangst zullen nemen, wil ik alvast feliciteren. Ik wil jullie vragen om goed gebruik ervan te maken. Gaan jullie zuinig ermee om, zodat jullie ze heel erg lang kunnen gebruiken. Ik dank jullie wel. DNA-leden van Para, Jennifer Vreedzaam, Glenn Sapoen en Patrick Kensenhuis waren ook aanwezig. Zij hebben allen de ondersteuning gevraagd van het ministerie met betrekking tot de opzet en ontwikkeling van sportaccommodaties en activiteiten die in Para plaatsvinden. U weet dat in Para de verschillende COPA's worden gehouden. Dat brengt met zich mee de sociale cohesie. En minister, ik wil vragen om de verschillende activiteiten ook in Para te ondersteunen, omdat dat ook de sociale cohesie bevordert. Desondanks er heel veel problemen zijn, toch zien de mensen, organiseren de mensen activiteiten en komen ze bij elkaar. En u weet dat bevordert een heleboel de maatschappelijke cohesie binnen het geheel. Ik wil alvast de minister en haar staf van harte bedanken voor dit mooie moment. En ziet gaan ook verder ontwikkeling met betrekking tot de faciliteiten. Voor de sportleiders en begeleiders wil ik stellen dat u en uw team goed gebruik zullen maken van de materialen en ook zuinig daarmee omgaan. Zodat we, dit is een aanzet. Eigenlijk moest u zelf en uw organisatie ervoor zorgen. Maar zie daar, het ministerie denkt ook aan ons. Dit is niet het startpunt. We zitten in een rijdende trein en we moeten de sport verder ontwikkelen in ons district. Maar we praten hier over sport en jeugdzaken. We zijn toevallig hier alleen voor het overhandigen van sportmateriaal, maar u weet ook dat het jeugdbeleid van eminent belang is wanneer we praten over de ontwikkeling van mensen. En vooral jongeren zijn dan in dat geval belangrijk. Dus ook het jeugdbeleid moet bijzondere aandacht genieten wanneer we dus verder willen gaan met de verhoging van de kwaliteiten van dit ministerie. En we zijn gelukkig hier vandaag. En we proberen het heel district te betrekken. We zijn begonnen in Bikipoika, we waren in Condoro naar Sanderij, we zijn in Powaka, Ready Dotty. We proberen iedereen te helpen. Toch? Ozembo onverwacht. We proberen iedereen te helpen. Laat dit moment een aanreiking zijn van hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Hoe we met elkaar sport op een hoger niveau kunnen brengen. Hoe we met elkaar verder kunnen kijken naar een sportbeleid wat dus uiteindelijk onze taal weer spreekt. Dat we het terug kunnen zien. We zien het al, maar we gaan verder. We moeten steeds weer verbeteren.
Ja, zoals u weet is het ministerie van Sport en Jeugdzaken belast met de coördinatie van het sportbeleid. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen, samen met andere actoren, dat de randvoorwaarden welke in place zouden moeten zijn, zullen moeten zijn voor jongeren, voor sporters, om zich te ontwikkelen op het gebied van sport, dat die aangepakt worden. Zo is de toegankelijkheid, de beschikbaarheid van sportmateriaal één daarvan. Ook de toegang en de condities van de verschillende sportaccommodaties, sportfaciliteiten, die zijn belangrijke onderdelen daarvan. Verder hebben we ook het institutioneel kader waarbinnen dit alles moet gebeuren. En er zijn een aantal zaken welke Suriname als land in place moet hebben, zodat de jongeren van Suriname op gedegen manier kunnen gaan sporten en dat de doelstellingen welke vanuit het beleid gesteld worden op het gebied van sport, dat die bereikt kunnen op termijn.